Sinterklaas en stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat en groet gelijk zijn paard. Ik maak een soort van grap over de zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rij ik even bij ze langs omdat ik ze heel goed ken. Helaas, helaas is Sint nooit thuis, al soms een Zwarte Piet. En trouwens in zijn vrije tijd een vallend bleekje ziet.